Ja, Gabo Babos, de allerlaatste wedstrijd die hij na 8 jaar voor NEC heeft gekiept. Ja, dat was geen fijne, lijkt mij zo. Nee, ja, dat is zuur dat je zo moet afscheid nemen. Eigenlijk, ja, wat moet je anders zeggen? Ja, we hebben verloren en we zijn eigenlijk... Dat het plotseling plas bij dat plaatje wat wij hebben de afgelopen half jaar laten zien. Dat is heel jammer, omdat ja, iedereen wil gewoon goed afsluiten. Zelfs met een overwinning. En ja, dat helaas zat niet in vandaag. Maar goed, ja, ik heb toch een periode afgesloten in mijn carrière wat echt heel bijzonder was. 8 jaar. En dat was heel leuk wat allemaal ik heb nu gekregen. Ja, dan, hoe pijnlijk is het dan om te eindigen als 15e op de ranglijst voor jou? Ja, is heel pijnlijk, tuurlijk. Kijk, dat de voetbal gaat over resultaten halen. En als je in de 7e plekje staat voor de winterstop of in de winterstop, ja, dan moet je vasthouden. En in ieder geval proberen in de buurt blijven. En daarna zie je dat jij bijna 8 plaatsen gezakt. En ja, dat is helemaal van ons te danken. Omdat ja, dit mag je nooit zo weggeven. Maar goed, voetbal heb je diepte en hoogtepunten. En helaas is, ja, dit was niet de beste seizoen hier voor mij, nee. De 46e minuut, je wordt dan gewisseld door Alex Verstoor voor de nieuwe nummer 1, Carl Johnson. Afgesproken werk, al gelijk naar rust? Ja, afgesproken. En ook van hem natuurlijk is heel mooi. Hij zit al hier half jaar. En nou, iedereen weet natuurlijk dat hij is de opvolger. Of hij wordt de opvolger. Natuurlijk, hij moet dat laten zien. Ik denk dat vandaag heeft hij laten zien dat hij kan goed keepen. Een paar radige balletjes uitgehaald. Dus daar ben ik absoluut niet bang voor. En verder, ja, ik wens heel veel succes in het volgende jaar en voor NEC, tuurlijk. En dat blijft ook in mijn hart. Ja, want zo ben je wel natuurlijk. Ja, kijk, dit is de langste periode in mijn carrière waar bij NEC, of NEC is mijn ploeg waar ik de langste periode in mijn carrière gespeeld. En 8 jaar sowieso in deze tijd gewoon, ik denk dat een behoorlijk wat tijd. Dat zie je niet zomaar, weet je, dat moet je even zoeken. Maar goed, komt een keer de tijd wanneer je moet plaatsmaken voor de toekomst en dat was nu. De activiteiten die georganiseerd zijn omtrent jou vandaag, wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan? Nou, het was natuurlijk emotioneel en nogmaals, ik wil gewoon graag de nu houden en gewoon meteen overwinning de veld verlaten. Helaas zat dat niet in, maar ja, de supporters en iedereen gaan gewoon hartstikke goed. En ja, verder besef je nog niet echt wat je allemaal nu afgesloten hebt. Dat komt nog in, denk ik, de volgende dagen wanneer jij gaat echt goed nadenken. Hey, vanaf nu zit het heel anders uit. Wij danken jou ontzettend voor je bewezen diensten de afgelopen 8 jaar, Gabor. En ik wens je heel veel succes bij NEC in Breda. Dank u wel. Top, jongens. Ik zie jullie.